Jawel, beste luisteraars. Welkom bij de Joint Politics. Je vraagt je af waarom Anaïs niet is aan het spreken. Ik denk, nou, het is vrouwenepisode, dus het lijkt me gewoon wel toepasselijk om mee te beginnen met iets waar alle vrouwen mee zijn in aanraking geweest. En dat is mansplainen, dus daarom open ik het. En jullie luisteren naar Joint Politics, dus Anaïs. Goedenavond. Nou ja, zeg. Zo erg is nou ook weer niet bij jou. Maar goed. Goedenavond mensen. Hier zijn we met de Joint Politics. Met vandaag hebben we een heel mooi trio van mensen. Ik ga jullie allemaal over hun wat vertellen. Ik begin met Resma Roepram. Werd geboren in Den Haag. Groeide op in een Surinaams-Hindoestaans gezin, waarin het veel over politiek ging. Haar oom was vicepremier van Suriname. Resma was fotomodel en presentatrice, gemeenteraadslid en tot voor kort wethouder. Zij is ook nog eens Miss Universe geweest en doet aan vrijwilligerswerk. Goedenavond, Resma. Goedenavond, fijn om hier te zijn. Fijn dat je er weer bent en ja. We gaan het hebben over hoe het is als vrouw in de maatschappij, waar jij natuurlijk heel veel van af weet op alle fronten. Dan ga ik even de volgende gast voorstellen. Dat is Veerle. Veerle Slegers, maatschappelijk adviseur, Latijns-Amerikanist en onderwijsstrateeg. Voormalig fractievoorzitter in de gemeenteraad van Tilburg en statenlid in Noord-Brabant. Bestuursvoorzitter van het Centrum voor Europese Samenwerking, Portagora. Kringloopwinkel die vluchtelingen humanitair ondersteunt. Voedsel, water, landbouw, onderwijs en politiek bestuur. En ze is niet te beroerd om zelf te gaan kijken in Calais hoe het ervoor staat met de vluchtelingen. Goedenavond, Veerle. Goedenavond. Leuk om hier te zijn. Fijn dat je weer onze gast bent, Veerle. En dan ga ik gauw door naar de volgende gast van vanavond. En dat is Rena Netjes. Rena, zij draait er haar hand niet voor om zich te begeven in oorlogsgebied. Is een 10 jaar gevangenis ontsnapt door Egypte te ontvluchten. Ze is onderzoeker, Arabiste en was journaliste en ook politica. Rena weet heel veel over de politiek in Syrië. En zij schreef voor de Volkskrant, het Parool, Newsweek, de New York Times en nog veel meer. En op het moment kunt u haar regelmatig beluisteren bij BNR Radio. Goedenavond Rena vanuit Turkije. Goedenavond. Fijn dat je weer onze gast bent, dat je toegezegd hebt om ook deze keer over dit onderwerp met ons te praten. Ja, ik vind het juist heel leuk dat we een keer een andere insteek hebben. Zeg maar, de insteek die jullie hebben gekozen. Dus ik zie er een uit. Ja, nou, we hebben dus 3 powervrouwen. Vrouwen die dus hun plek in de maatschappij toch wel hebben moeten bevechten om te komen waar ze zijn. Omdat ze eigenlijk vaak toch wel te maken hebben gehad met mannelijke tegenstand. En soms was het in het voordeel en soms in het nadeel. Dan wil ik beginnen bij Resma. Resma, een mooie vrouw en de politiek. Ja. Hoe ging dat? Je hebt ook lelijke mannen in de politiek. Ja, maar die hebben we er zoveel. Ja, dat kan ook. Ja, kijk. Ik heb een bijzondere achtergrond. Wat ook niet, wat je niet vaak ziet. Want ik heb aan de ene kant natuurlijk de glitter en glamour met media, missen. Nou, dat is overigens 20 jaar geleden hoor. Dus dat is heel lang geleden. Maar dat heeft toch wel ook mijn carrière gekleurd. En aan de andere kant moest ik ook altijd heel erg serieus zijn van mijn ouders. Met name mijn moeder. Die zei altijd, Rishma, je moet studeren, want je diploma is je eerste man en die loopt nooit bij je weg. Dus ik moest ook gewoon gaan studeren. En ik heb mijn HBO 2 richtingen gedaan. Daarna ging ik verder studeren op Erasmus. Alleen in mijn eerste jaar kreeg ik een aanbod van SBS6. Ja, en als jonge meid sla je die niet af. Maar nog steeds tot op de dag van vandaag zegt mijn vader van Rishma, je hebt je master nog niet afgemaakt, dus ga je het doen. En dat ga ik nu wel doen trouwens. Dus ik ga bestuurskunde doen. Maar dat was natuurlijk wel, hè, die serieuze kant is er altijd geweest. Dat was voor niet alleen mannen, maar ook voor vrouwen vaak een reden om te zeggen van joh, het gaat wel over de inhoud en hoe kom je hier terecht? Dus mensen begrepen het niet. En niet alleen mannen, ook vrouwen. Maar ik heb me nooit laten definiëren door wat anderen van mij vinden.
ik heb altijd mijn eigen verhaal gecreëerd. En ik ben ervan overtuigd dat als jij ergens je op focust, als je zorgt dat je in bepaalde zaken verdiept, ja, kennis is macht, ja, dat alles binnen handbereik is. En het gaat niet makkelijk, maar het is niet onmogelijk. Is het wel eens tegen jou gebruikt dat je een vrouw was in de politiek, zeg maar? Dat je echt zegt van, nou, dit vond ik toch echt heel erg. Dit had niet gemogen. Nou ja, je merkt in een raadzaal, dus op het moment dat we stevig debatteren, dan wordt er vaak over vrouwen gezegd, niet alleen mij in het bijzonder, maar in ieder geval de baanrechtspolitiek, ook over de andere vrouwen, de weinige die er dan waren. Je wordt emotioneel. Dus wij worden al heel vaak als emotioneel betiteld, terwijl je gewoon aan het debatteren bent over die inhoud. En als het bij mannen aan de hand is, dan zijn ze gewoon heel goed in debatteren of zijn ze er stevig in. En dat valt mij altijd wel op. Ik moet zeggen, ik zit nu 12 jaar, ben ik actief in de politiek, ben tot en met volgende week dan wethouder. Nu zijn mensen wel aan mij gewend, maar dat heeft echt een tijd nodig gehad. Dus je ziet gewoon dat mensen het niet gewend zijn. Nu gelukkig steeds meer. Maar het is niet vanzelfsprekend dat er ook naar je geluisterd wordt. Of dat er als eerste naar jou gekeken wordt. Het is wel grappig om te vertellen. Toen ik net wethouder was. Ik ben wel echt een mensenmens. En wil dan ook die contact houden. Dus ik had werkbezoeken. En dan gingen we dan met ambtenaren. En vooral in het begin wisten mensen niet dat ik wethouder was. En dachten ze eigenlijk dat ik een ambtenaar was. Dus dan kom je aan tafel en dan moet iedereen zich één op één voorstellen. En toen zei ik dan ook van, ja, ik ben de wethouder. En dat was heel grappig. En daar kan ik ook om lachen. En uiteindelijk hebben we hele mooie dingen bereikt. Maar je moet harder werken. Dat is gewoon een feit. Ja, je moet je bewijzen, denk ik, hè? Ja. En is het ook niet zo dat men heel snel geneigd is, dan ga ik over nu naar Veerle, dat mannen zeggen van, ach ja, je zal wel in die tijd van de maand zijn. Nou, ze durven het bij mij niet meer, denk ik. ik heb het zelf nooit meegemaakt dat ze dat suggereerden. Maar dat heeft misschien ook wel te maken met het feit dat ik verbaal heel sterk ben en ik ben opgevoed door een nogal dominante macho vader die 3 dochters had en toch zei van ja, jongens of meiden, jullie moeten je plaats bevechten en jullie zijn net zoveel waard als welke man dan ook. En ik ben opgevoed door een feministische moeder. Dus ik heb altijd mijn, nou ja, mannetje wel gestaan. En ik ben altijd in debatten, in politieke debatten, bijna the last woman standing. Omdat heel veel vrouwen, overigens geheel begrijpelijk, bij al die haantjes die dan naar voren schieten naar de interruptiemicrofoon, op een gegeven moment wel denken van, ja, ik ga me hier niet meer mee inlaten, want dat is verspilde moeite. Maar mijn rechtvaardigheidsgevoel raakt dan aangetast en dan denk ik van, je hebt al zoveel het woord gepakt en jij pakt zoveel ruimte en die pak je met name bij vrouwen weg. Dan zal ik degene zijn die jou spiegelt hierin. Die laat zien dat je niet dat je die ruimte ook moet delen. Dus ja, als je dat doet, dan heb je al snel een reputatie van okay, don't mess with her. Dat heeft misschien geholpen. Maar ik maak wel degelijk nog steeds mee dat er wordt gedacht door al die mannen in de politiek. Dat is wel een aardig vrouwtje en die is best wel slim en die is goed gebekt en daar kan je best wel mee lachen. Maar uiteindelijk bepaal ik het. Ik ben heel vaak de tweede geweest. Want ze vinden het heel leuk dat je mee kan denken en dat ze je erbij halen. Totdat ze het gevoel krijgen dat jij een bedreiging voor hun wordt. En dan snijden ze je de pas af, terwijl ik die bedreiging niet wil zijn en ook niet ben. En dat is een stukje seksisme wat je anno 2022 nog steeds ervaart. In ieder geval ik wel. En dan ben ik daar nog redelijk alert op. En ik zie het ook bij heel veel jongere vrouwen. En dan is hun eerste reactie vaak, ja, als ik het moet bevechten, dan doe ik het liever niet. En dan snap ik dat heel erg goed. Maar tegelijkertijd denk ik, daar maken die mannen dan misbruik van. Ja, in principe wel. Dan ga ik even over naar Rena.
Rena, hoe zit dat bij jou? Want jij loopt rond in de Arabische wereld. Nou, we kennen allemaal de dingen die men zegt. Ja, bij Arabieren heb je niets te vertellen als vrouw. Hoe ervaar jij dat? Nou, dat is wel interessant dat je het zo vraagt. Want de verhalen of de situaties die Resma en Verder schetsen, die zijn voor mij ook enorm herkenbaar in Nederland. En dat is voor mij ook een reden om eigen zaak te hebben, ondernemer te zijn. Zodat ik toch onafhankelijk ben van mannen. Dat ik me niet, ja, klinkt nou misschien een beetje als een mannenhaatster, zo bedoel ik het niet, maar toch dat ik denk van wat moet gebeuren en wat gezegd moet worden, moet gezegd worden. En ik ga me niet, dan ben ik wel een beetje eigenwijs. Dan ga ik me niet aanpassen aan het man boven mij, zeg van nee, dat kan je allemaal niet zeggen, meisje, heb ik al regelmatig in mijn hoofd gekregen. En vooral ook, omdat er zijn natuurlijk heel veel mensen die hard werken, maar ik denk in mijn gebied, in de Arabische wereld, dat je de talen kent. En ik heb een aantal jaren, nog steeds doseer ik een aantal varianten Arabisch ook. En ik kijk heel veel Arabische media en ik sloop me echt uit om heel veel mensen te spreken. En dan zijn er wel mensen in Den Haag die zonder een woord Arabisch, zonder die media te kunnen volgen en zonder Arabieren te interviewen, toch mij de les lezen, denk dat ze het beter weten. Ja, dat is voor mij gewoon onmogelijk om onder te werken, zou ik vertellen. En dan, ook al heb ik dan iets minder inkomen, omdat ik daardoor wel werk verlies, omdat men dat niet kan waarderen. Maar ja, ik kies er toch voor om niet verhaal te houden van ik weet, ja, dat klopt gewoon niet. Bijvoorbeeld, ik heb wel eens gedacht dat ik onder een rapport, terwijl ik het veruit het meeste werk heb gedaan, dat ik dacht van, nou, ik moet me terugtrekken, ik kan mijn naam hier niet onderschrijven. Hè? En dan stond ik met lege handen, terwijl ik enorm veel werk was verricht. Maar dan op het laatste moment gaat het dan toch nog goed, omdat er dan een mannelijke reviewer of twee, die zeggen van, ja, die klopt helemaal niks van hier. Ja, en dan gaat men om. Maar niet omdat ik het zeg. Ja, dat is enorm irritant. Nou, om de Arabische wereld terug te komen, ik denk wel eens de laatste tijd, hè? Ja, nu gooi ik een bommetje, een beetje een vakgebied. Ja, ik denk wel eens de laatste tijd, ja, ik kan eigenlijk beter nog met Arabische intellectuelen rond de tafel zitten, vaak dan met Nederlandse mannen. Waarom, denk ik, waarom? Bijvoorbeeld Syriërs heb ik dan. Eigenlijk omdat zij door de hele wereld, even in het algemeen, hè, toch een beetje worden uitgekotst en niemand, krijgt van alles over zich heen, dat ze een beetje een heel nederige houding hebben of zo. Ze zijn niet arrogant. En nu, dat kan je ook niet 100% stellen natuurlijk. Maar dat maakt het toch heel vaak mee. Dat men denkt, ja, naar ons wordt niet zo geluisterd. En naar blond iemand wel. Maar dat ik het dus eigenlijk, als ik kijk in mijn vriendenkring en zo, dan kan ik het eigenlijk met hen nog het beste vinden. En ook heb ik het gevoel dat ik erg ook door hen gewaardeerd word, nog vaker dan door iemand, bijvoorbeeld dan door een aantal Nederlanders op bepaalde posities. Heb ik wel een bommetje gegooid, hè? Ja, want die Nederlandse mannen, ik heb een poll gedaan, en 96% van Nederlandse mannen zeggen dat ze totaal geen probleem hebben als een vrouw hun leiding geeft. Ik moet daar heel erg op lachen. Ja, ik ook. Wij allemaal, denk ik, ja. Ik had wel een vraag aan Rena, want dat vind ik interessant. Als ik altijd de correspondenten zie op alle nieuwsbronnen, dan zijn het altijd vaak blanke of witte mensen. Valt mij heel erg op. En ik ben wel benieuwd hoe Rena dat ervaart. Want jij bent, ik bedoel, als je eenmaal daar woont en als je van die cultuur ook heel veel afweet en je kan de taal, je bent de taalmachtig, dan kan je dingen toch ook heel makkelijk. Dan heb je eigenlijk een voorsprong, zou je denken. En dan zou dat ook terug te zien zijn op de televisie of verschillende andere media. Nou, ik weet, toen ik begon met journalistiek, want ik heb eerst een zakelijk op orde gebracht, want journalistiek verdient niet veel, hè, maar is wel enorm interessant en belangrijk. Maar ik heb eerst een eigen bedrijf in Amsterdam, een taaltraining en vertaling in Arabisch en Hebreeuws opgezet.
Maar toen ik journalistiek inging, toen was de tendens bij de NOS, was als je de taal kunt, dan kun je niet correspondent worden, want dan ben je niet meer neutraal. Dus ik had geen schijn van kans, want ik gaf Arabisch les. Dus nu is dat mijn denk ik daarvan teruggekomen, maar dat was toen dat ik dus niet eens hoefde te proberen. Want, en dan denk ik van nou, ik kijk soms naar reportages en dan kunnen mensen de taal niet, maar dan zie ik ook, of juist ook een bias. Hè? Dus ik ben niet voor niks gestopt met Nederlandse journalistiek. Dat is eigenlijk, dat weet degene die mij volgt op Twitter ook wel, dat ze eigenlijk dat nieuwsuur bracht dat Nederland jihadisten zou hebben gesteund. En dat ging om een groep, Shabba Shamia, die ik juist heel goed kende. Ik zit zelfs met strijders in een WhatsApp-groep al jaren. Dus ze vochten keihard tegen IS. Ik heb altijd gezegd, er zitten criminelen ook bij en smokkelaars, maar het zijn geen jihadisten. En die berichtgeving heeft alle journalistieke prijzen in Nederland gewonnen die er maar te winnen zijn. Dus toen heb ik het België bij neergelegd. Dat heeft geen zin meer voor mezelf. Want ik sloop me enorm uit, staan met de poot in de modder. Ik kom wel in Turkije, Zuid-Turkije. En ik ga wel Syrië in en de journalisten die dat brachten niet. Hè? Maar er valt nog wel wat op aan te maken. En ik, vooral qua bepaalde Syrië-dossiers gaat het naar mijn, moet toch wel zeggen, voorzichtige mening, nederige mening, ja, nogal mis. Vandaar dat ik me er vooral op toeleg om juist dat Syrië-dossier zo goed te volgen. Ook omdat Assad tot voor kort, samen met Poetin natuurlijk, maar echt de grootste massamoordenaar is in onze moderne tijd. En dat hele narratief wordt een beetje veranderd, wordt een beetje herschreven, alsof juist de oppositie het ergste zijn. Ja, dat is gewoon, dat wordt helemaal uit verband gerukt. En vandaar dat ik, ja, je moet, het is een ingewikkeld dossier, dus vandaar dat ik me daar helemaal op toeleg. Dat gezegd allemaal hebbende zijn er wel kansen in Nederlandse media hoor. Maar dat eerste, dat was dus wel, dat speelt ook zeker mee inderdaad. Maar is het ook zo, Rena, dat jij wel overal dat de deuren voor je open gaan in de Arabische wereld? Of dat je toch een probleem daarmee hebt als vrouw? Nee, als vrouw denk ik toch een voordeel. Ja, dat je de taal kunt, is natuurlijk het groot voordeel. Ik heb geen fixer nodig. Hè? Ik heb geen vertaler nodig. Ik heb niemand nodig die het regelt. Ik regel het allemaal zelf. Het kost veel werk. Het is belangrijk om Syrië in te gaan. Is echt een kwestie van voorbereiding. Je netwerk en dan je netwerk A. En dan reserve netwerk B, reserve netwerk C. Dan als er wat gebeurt, dat je op een ander netwerk kunt terugvallen. Van mensen die jij echt vertrouwt. En dat is echt een investering van jaren ook. Voordat je zulke netwerken hebt opgebouwd. Hè? Maar dat je weet waar je moet zijn, hoe de hazen lopen en waar je aan kunt. Maar dan kun je ook goed werken. Ik vind nu Syrië ingaan, draait mijn hand niet voor om. Ik vind een fitness ingaan waar mensen geen mondmasken dragen, vind ik enger. dan krijg je corona, om eerlijk te zijn. Maar dat gaat over Noordwest-Syrië. Kijk, het voordeel is, als ik erin ga, dan ga ik logeren bij gastgezinnen. En dat kan ik als vrouw veel makkelijker dan een man. Want die wildvreemde man, die de taal misschien niet kan, zomaar bij een Arabische familie die hem niet kent. En dan waar zeg maar vrouwen of meisjes in nachtponnetjes rondlopen, ja, dat is not done. En dat is voor mij allemaal geen probleem. Dus wat dat betreft heb ik ook een voordeel echt als vrouw, dat ik dat kan doen. Ik kan zo in een gastgezin in Noord-Syrië logeren, want je hebt daar geen hotels. En als er hotels zijn, dan is het niet veilig, want dan sta je ingeschreven bij het regime, zeg maar. En dan moet je officieel inschrijven, dan heeft het regime je meteen op de radar. Dus dat probeer je natuurlijk allemaal te voorkomen. Dus ik zie ook wel voordelen. En je moet gewoon je mannetje staan. Ik ben natuurlijk nu ook wel, wat de andere dames ook zeggen, ben natuurlijk ook wel nu door de jaren heen wel gehard en assertiever geworden en sterker dan, nou ja, ook al toen 10 jaar geleden was bijvoorbeeld. Dus het is ook ervaring. Ja, weet je wat ik eigenlijk wel heel grappig vind? Als ik luister naar het gesprek van vanavond, dan hoor ik al 2 keer de dames zeggen, ik kan mijn mannetje staan. Ik denk dat dat toch wel heel
typisch een voorbeeld is dat de maatschappij nog heel erg op mannen gestoeld is. Ja, de man is nog steeds de norm, hè? Overal. En als je als vrouw op een bepaalde positie van invloed wilt komen, een specifieke positie, of überhaupt je wilt meepraten in welk systeem dan ook, dan helpt het als je wat mannelijke eigenschappen hebt of die aanleert, dat je op een mannelijke manier gaat opereren. En dat ligt niet alle vrouwen en dat zou ook niet moeten hoeven. En dan zie je dat mannelijke waarden en mannelijke normen de voorwaarden zijn om er te komen als vrouw. En de zachte waarden en de typisch vrouwelijke waarden, die worden als kwetsbaar en als zwak gezien. Vrouwen zijn makkelijk emotioneel als ze boos worden en mannen worden dan juist als krachtig ervaren. En dat stoort me enorm dat we na meer dan 100 jaar feminisme nog pas zo ver zijn gekomen. Ik heb een dochter en pleegdochters en dat zij eigenlijk nog steeds dezelfde strijd moeten leveren. Dat ze niet 100% zichzelf kunnen zijn als ze in welk systeem dan ook vooruit willen komen. En je ziet het zelfs in de medische wereld, hè, dat medische onderzoeken vooral op mannen zijn gedaan. En daar vallen doden door, omdat hartafwijkingen bij vrouwen veel minder snel worden herkend. Medicatie is veel meer op mannen getest dan op vrouwen. En er zijn zoveel voorbeelden van. Het feit dat armoede een vrouw is. De meeste, het overgrote deel van mensen in armoede is vrouw. Of kind van een vrouw. Weet je, zo kan je zoveel voorbeelden noemen. Ik wil daar wel iets even vanuit mijzelf. Ik zal me nooit mannelijker gaan gedragen. Dus ik hou heel erg van wie ik ben en hoe ik mijn kleding, mijn mooie kleding, mijn hakken en mijn jurkjes. En ik zou dat nooit aanpassen voor mannen. Ik vind dat mannen gewoon daaraan moeten wennen. Dat er ook vrouwen zijn die goed gebekt zijn en ook kennis van zaken hebben, die er ook super vrouwelijk uit kunnen zien. Soms zie ik ook wel, inderdaad, we hadden het net hier al voor over, hè, dat als je soms bepaalde feministen ziet, dat je dan een bepaald uiterlijk zou moeten hebben, of juist veel mannelijker of minder vrouwelijker uit zou moeten zien. Overigens, wat is vrouwelijk dan? Hè? Dat is voor ieder, natuurlijk heeft daar een eigen interpretatie. Maar ik merk gewoon aan die bestuurlijke tafel dat vrouwen iets brengen aan die tafel. Dus die diversiteit is gewoon noodzakelijk aan tafel. Ik ben ervan overtuigd, als je kijkt naar de pandemie en hoe er gecommuniceerd is met onze samenleving, dat als er vrouwen, veel meer vrouwelijke bestuurders bij betrokken waren, dat het er wellicht anders had uit kunnen zien, het beleid. Dus je merkt gewoon die diversiteit in die top, die heeft een belangrijke toegevoegde waarde voor uiteindelijk de mensen voor wie je het doet. En dat mogen we niet onderschatten. Dus het is niet alleen dat het een mooi plaatje is, maar inhoudelijk dragen we ook bij. En ik zie het ook in de vergaderingen die je hebt. Dat herkennen jullie vast ook, hè, in vergaderingen waar ze dan de aandacht op vestigen. En wij doen dat toch net op een andere manier. Ja, absoluut. Maar je ziet dat, hè, want Rena, jij zei net ook van ik ben door de jaren heen gehard. Dat geldt voor mij ook. Maar ik zie ook veel vrouwen die dat helemaal niet willen zijn. Die het niet kunnen en die dat ook niet willen zijn. Hè, en die het onderspit delven omdat ze niet kunnen zijn wie ze eigenlijk zijn. En omdat mannen hun die ruimte niet gunnen. Omdat mannen te veel ruimte pakken en ook niet nadenken van hey, ik ben nou al heel lang aan het woord, om nou wat te noemen. Niet bij zichzelf te raden gaan van hey, misschien moet ik iemand anders of die vrouwen die al heel lang stil is ook eens de ruimte gunnen om een inbreng te hebben. En dat vind ik echt, wij zijn dan blijkbaar afgehard of zo, of verbaal heel sterk. Maar juist die zachtere vrouwen die dat zouden moeten kunnen zijn, die doen vaak een stapje terug of worden tegengehouden.
Ja, ik herken dat. Ik herken dat ook overigens als het gaat om carrière. Ik had gisteren werd ik geïnterviewd en toen vroeg iemand me van ja, hoe doe je dat dan met 3 kinderen? Ik heb er 3 van 14, 11 en 6 jaar. En toen zei ik ook van ja, als ik ergens instap, ga ik niet nadenken in belemmeringen, maar dan ga ik denken in uitdagingen. Dus ga ik niet op voorhand al zeggen, ja, ik heb 3 kinderen, ik kan het niet combineren. Nee, ik ga het doen en dan zie ik wel hoe ik dat organiseer. En ik merk dat dat ook, hè, wij vrouwen zijn vaak degene die heel zorgvuldig nadenken van, nou ja, wat hebben we dat goed op een rijtje? Kunnen we dat thuis ook goed organiseren? Terwijl we eigenlijk veel meer die stap naar voren moeten doen. Om te zeggen, ja, we zien wel, het komt goed, we gaan het gewoon organiseren. Dus het lef hebben om ook inderdaad wat te zeggen als het even een debat is wat aan mannen wordt overgelaten. Maar ook als het gaat om carrièrekansen, dat we veel meer die stap naar voren moeten maken en niet meer moeten denken in belemmeringen, maar de kansen die we krijgen. Ik denk dat een heleboel vrouwen misschien ook wel teleurgesteld zijn en angstig zijn vanwege dat ze al tegenwerking hebben gehad. Dat ze zoiets hebben van nou, als het op zo'n manier moet, dan hoeft het van mij niet meer. Ik zie dat wel vaak inderdaad. Ja, we hebben nog te weinig goede voorbeelden. Als je kijkt in die top, als je kijkt gewoon in de bestuurlijke top, als je kijkt op bepaalde velden, dan zie je toch nog steeds te veel mannen. En dat is niet erg mannen, maar het is niet in balans. En waar Rena sprak over Arabië, als je kijkt naar het Midden-Oosten, maar als je ook kijkt naar landen als India, dan zie je heel veel vrouwen. We hebben al een vrouwelijke president gehad, dus je ziet veel meer vrouwen in die top manoeuvreren. Terwijl wij denken in het Westen dat we het zo modern zijn en dat het allemaal geëmancipeerd is. Terwijl juist misschien wel in die landen vrouwen toch op bepaalde posities, dat je vaker vrouwen tegenkomt dan hier. En dat is wel, vind ik, schrijnend. Ja, ja, ik vind, precies wat je zegt herken ik. Ik ken heel veel andere landen, ook zoals jij ze noemt, waar heel veel meer vrouwen, wat wij dan in Nederland heel denigrerend ontwikkelingslanden noemen. Terwijl daar dan al veel, veel meer vrouwen op hoge posities zitten. Ik moest denken, afgelopen 8 maart was het Wereldvrouwendag. Van wie krijg ik elk jaar een appje? Van een Bosnische moslimvriend van me. Terwijl Nederlandse mannen tegen mij zeggen, moet dat nog steeds gevierd worden? We zijn er toch al lang met die emancipatie? Ja, maar vrouwen zeggen dat ook zelf, hè? Van ja, nou, we zijn toch al geëmancipeerd. En dan denk ik, ja, als je zo begint, dan is die emancipatie eigenlijk alweer voorbij voordat die begon, hè? Want we zijn er nog niet, hè? Nee, zeker niet. Zeker niet. We hebben stappen gezet, maar er moet dus nog heel veel gebeuren, waar ik net een paar voorbeelden van noemde. En met name, en kom ik even terug ook op wat Rena vertelde, wat ik herken is Nederlanders in het algemeen, en zeker Nederlandse mannen, voelen zich zo ontzettend superieur. Dat is een soort eurocentrisme, een soort westerse superioriteit denken, wat maakt dat we ook in een aantal opzichten al heel lang stilstaan. Want we denken dat we al zijn. Wij denken dat we het wiel hebben uitgevonden. En dat we daar klaar mee zijn. En dat we wat wij hebben bedacht nu kunnen gaan opleggen aan de rest van de wereld. Maar Nederlanders moeten die superioriteitswaan eens los gaan laten. En naar andere landen gaan kijken en daarvan leren. Hoe daar gaat het? Nou, dat komt toch even bij Rena. Ja. Ja, ik zou inderdaad... kijk, in de Arabische wereld is ook nog... heel veel mis, zou ik zeggen. Ik moet wel zeggen, in media en zo zie je vrouwen heel erg veel in bepaalde posities. En Turkije trouwens, van niet-Arabische wereld, hè, die had een vrouwelijke premier. Turkije is trouwens weer een heel slag anders dan de Arabische wereld, moet ik zeggen. Het gaat er ook heel erg om welk gebied je dan spreekt, zeg maar. Nou ja, dat is een heel ander terrein eigenlijk weer. Maar wat ik ook wel wil zeggen is dat er wel mannen zijn in Nederland. Ik heb zelf wel heel veel te danken aan ook een aantal mannen in Nederland die mij wel alles gunden en mij vooruit hebben geholpen enzovoort. Dat wil ik ook nog wel weer onder de aandacht brengen. Maar ik ben helemaal met jullie eens hoor, want jullie melden daar niet van.
Maar gelukkig zijn er ook nog wel mannen die vrouwen wel verderop proberen. Zeker. En daarom zijn we natuurlijk al gekomen waar we zijn. Maar je moet er continu op alert zijn. En het gaat ook wel vaak mis. Nou, de voorbeelden heb ik net al gegeven. Ja. Het is allebei waar, hè? Ja. Ja, absoluut. Ja, ik merk dat je niet alleen tegengewerkt wordt door mannen. Overigens is het vaak onbewust. En zijn ze niet bewust van het feit dat ze het doen. Hè? Dus het zit hem niet bewust, maar het zit er zo ingebakken dat ze het zelf niet doorhebben dat bepaalde dingen gebeuren. Maar als je dan mensen daarvan bewust maakt, van goh, dus als je daar wat van zegt, ja, dan schrikken ze even en dan helpt dat. Dus we moeten elkaar daarin ook helpen. Ik daarentegen, en ik weet niet of de anderen dat herkennen, ik heb juist ook wel veel last gehad van vrouwen die me daarin tegen gingen werken. Of die zeiden van, ja, maar kun je wel een goede moeder zijn als je zoveel werkt, Rishma? Ja, zeker. Ja. Dus er wordt alsof het een wedstrijdje is. En dan heb ik het niet eens over de schoolplein. Nou, gelukkig. Nou ja, niet gelukkig. Maar we hebben heel lang een tijd niet op die schoolplein gestaan. Ik zei gelukkig. Maar je ziet dan toch, weet je, alsof het een soort wedstrijdje is van... hoe er naar elkaar gekeken wordt. En dus we zijn ook niet altijd supportive naar elkaar. En dat mag echt veranderen. Je ziet de Old Boys Network en je ziet dat de mannen elkaar echt wel steunen. En dat mogen we als vrouwen veel meer gaan doen. Ik ben het helemaal met je eens. Rena, hoe zit dat in de Arabische wereld? Steunen vrouwen elkaar daar een beetje? Ja, het beeld is heel gemengd, hè? Heel gemixt. Je hebt absoluut vrouwen die elkaar steunen. En anderen ook weer niet. Kijk, in de Arabische wereld is op dit moment eigenlijk, als ik het in heel kort samenvat, is het zo dat al die drangen, grote drangen naar vrijheid die er 10 jaar geleden waren, in Egypte, Tunesië, Jemen, Irak... Bahrein, Libië, Syrië natuurlijk niet vergeten. Die worden de kop ingedrukt, met name nummer 1, doordat hele rijke landen, hele rijke golfstaten, Saoedi-Arabië en de Emiraten, die willen gewoon in al die landen een sterke man die naar hun luistert. En zij kunnen het allemaal betalen. Ze kopen als het ware... Dit is een beetje gechargeerd, maar als het ware kopen ze de hele Arabische wereld op met hun olieinkomsten. Als je kijkt wat voor deel de Emiraten en Saoedi's nu van Egypte in handen hebben qua voedsel, industrie, qua alles eigenlijk, qua media. De Saoedi's hebben sowieso al 50% van alle media in de Arabische wereld in handen. Dan zijn het dus die mannen uit de golf, die conservatieve mannen uit de golf, die dus al die vrijheidsbewegingen de kop indrukken. Dat is in het heel kort samengevat wat er in de Arabische wereld aan de hand is. Dus die drang naar vrijheid, waar dus ook de drang naar vrijheid van vrouwen mee gepaard gaat, ja, er wordt eigenlijk voor mannen en vrouwen daar in de kop ingedrukt op dit moment heel erg. Dus Tunesië deze week is ook echt weer gewoon dictatuur te noemen. Met de president die het parlement heeft ontbonden enzovoort. En die al voor de vorige president ook als terrorist heeft veroordeeld enzovoort. Marzouki. Dus ja, dus het is daar wel heel triest op dit moment. En de drang om naar meer vrouwenrechten te streven komt haast niet aan bod. Omdat het hele veld voor meer mensenrechten nu kop in is gedrukt weer. Ik denk ook dat dit niet lang blijft. Ik denk dat het niet lang door blijft gaan. Kijk, we zijn nu qua Rusland wakker geworden. Hè, allemaal in één keer en met een schok. Maar ja, we hebben ook nog die golfstaten, dictators die wij steunen heel erg. En die de boel daar onderdrukken. Maar goed, dat is even een inbreng van het veld. Ja.
Ja, veel. Nou ja, wat Rena, wat jij zegt, doet me denken ook aan de situatie in Bosnië. Want daar is iets soortgelijks aan de hand. En dat heeft dan ook een link ook met de situatie in Rusland nu. Je ziet ook dat Saoedische en andere conservatieve Arabische invloeden in Bosnië actief zijn. Ook met veel geld. Hè, daar grote hotels en dergelijke bouwen en wooncomplexen met en daar werkgelegenheid bieden. Maar en dan tegelijkertijd is de moslimbevolking van Bosnië eigenlijk naar hun kant laten opschuiven. Omdat zowel vanuit Rusland en Servië is er natuurlijk een nationalistische bedreiging. En vanuit de Europese Unie is er een enorme aarzeling om iets voor Bosnië te betekenen. Met als gevolg dat moslims maar één kant op kunnen kijken. En dat is die kant van de Saoedi's. En dat wil je als vrouw dus niet. Dus ik heb ook wel schrik voor Bosnië in het algemeen en voor de positie van Bosnische vrouwen in het bijzonder, door die conservatieve invloed vanuit die Rena die jij ook noemt. En dan zie je dat zo'n klein, heel erg arm en verscheurd land als Bosnië dus ook onderdeel is van die hele geopolitieke ontwikkelingen die je nu ziet ook. De enorme expansiedrang vanuit Poetin, die ook richting Servië en Republika Srpska opgaat. Ja, en dan zie je dat die geopolitieke mannen, wat die allemaal uithalen, heel negatief, dat rechtstreeks raakt aan mensen en met name ook aan vrouwen. Resma, jij wilde iets zeggen? Nee, maar dit is iets wat altijd zo is geweest, dat er een machtblok is van mannen die bepaalden hoe het eraan toe gaat in de wereld, waar vrouwen en kinderen slachtoffers van zijn. Daar komt het eigenlijk op neer. En dat is heel triest als je kijkt naar landen zoals Tunesië, als je kijkt naar Egypte, wat voor mooie, prachtige landen dat zijn, dan doet het de mensen heel veel pijn. En vooral de mensen die daar nu niet wonen, maar toch vandaan komen, dat het land zo achteruit gaat. Het is echt heel triest. Waar wil ik even over naar het volgende? Je bent iets aan het vertellen. Iets waar je zelf heel veel van weet. Ik heb het gehad met Aziatische kunst bijvoorbeeld. En ik begin daar even wat over te vertellen. Of ik geef antwoord aan iemand. Dan komt er een man. Ja, maar weet je, en ik had al de toon zo, het is eigenlijk zo. Menspreiding. Je had het al genoemd. Yep. Hoe staan jullie daarin? Wat doe je in dat geval? Ik herken het wel. Ik ken het op twee vlakken. Dus ik heb het ook wel eens meegemaakt in verschillende overleggen met bestuurders. Dat op het moment dat ik sprak, dat ze er ineens gaan onderbreken. Omdat zij dan wel weten hoe het moet. Ja, dan wat doe ik dan? Ik zeg, joh, ik ben aan het praten. En dan schrikken ze heel erg van, nee, wil je me laten uitpraten? Dan schrikken ze heel erg van, want dan kom je natuurlijk heel, heel streng over. Maar daarachteraf kwam je dan naar me toe en zegt van, joh, weet je, ik bedoel het niet zo. Ik zeg, ja, maar dan moet ook mensen, als je anderen laat uitpraten, moet je mij ook laten uitpraten. Dat is één. En het tweede is dat wat je zegt, ze niet direct aannemen, maar het nog even geverifieerd willen hebben bij iemand anders, voordat ze dat voor waar kunnen aannemen, heb ik ook vaak meegemaakt. En dan denk ik van, jongens, ja, ach, weet je, als je die tijd wilt nemen om dat nog te verifiëren, het zij zo. Maar dat zijn wel dingen die opvallen. Ja, dat herken ik heel erg wat je zegt, Resma. Ik zit ook in heel veel politieke vergaderingen, ook al 16, 17 jaar. En wat ik altijd zie, en dat is los van politieke kleur, is dat mannen in die vergaderingen heel veel ruimte innemen. Letterlijk en figuurlijk. Hè. Ze zitten breed. Maar ze gaan ook uitgebreid dingen vertellen. En je ziet aan ze dat ze niet bij zichzelf nadenken. Zit iemand hier in deze vergadering wel te wachten op het feit dat ik zoveel tijd gebruik. En dat ik zoveel woorden nodig heb. En dat ik heel vaak en a zeg. Omdat ik tijdens het praten nog aan het nadenken ben. En dat heel veel mannen niet op zichzelf kunnen reflecteren van, hey, of ook niet naar de rest van de groep kijken. Is het wel goed wat ik op dit moment doe? Pak ik niet te veel tijd en ruimte? En dat is op dit moment voor mij een beetje een
hoe zeg je? Dat raakt me eventjes extra. Ik weet niet hoe dat komt. Misschien omdat ik nu al te lang meeloop en ik zie geen verbetering. Maar en vrouwen hebben als eigenschap, zonder te generaliseren, maar ik denk dat dit wel klopt, de neiging om heel snel altijd naar zichzelf te kijken. Hoe doe ik het? Hoe kom ik over? Doe ik het wel goed? Zeg ik geen verkeerde dingen? Hoe valt wat ik zeg in een groep? En ik denk dat dat op zich een gezonde eigenschap is, hè? Omdat je daardoor rekening houdt met de mensen om je heen en hoe je boodschap overkomt. Maar waar vrouwen dat soms te vaak doen en zichzelf dan te snel het zwijgen opleggen, hebben veel mannen veel te weinig die neiging. En die spiegel zou ik zo graag in de vergaderingen op willen houden van. En dat doe je dan niet altijd uit beleefdheid. Omdat je de anderen niet wilt schofferen. Of omdat je in een openbare vergadering zit. Maar ik zit soms mijn tong eraf te bijten en mijn tenen bij elkaar te knijpen. Omdat ik denk, weer zo'n man die weer veel te lang aan het woord is. En niet nadenkt over wat dat betekent voor de anderen. En alles beter weet. Ja. Rena, heb jij dat nou? Ja, ik heb jij hebt ermee te maken. Ik heb het wat dat betreft. Ik heb wat dat betreft iets makkelijker, omdat ik erg alleen te werk ga en zaken schrijven enzovoort. Ook bewuste keuze. En dat ik hier zit en dat ik veel veldwerk kan doen. Vind ik gewoon heel erg belangrijk om dat niet vanaf een kantoortje in Nederland te doen. Dus ik heb daar iets minder last van en ik kan wat meer mijn keuzes maken. Maar ik herken ik wel hoor, af en toe. Wat mij ook te binnen schiet, heb ik wel eens met buitenlandse collega's over van bijvoorbeeld op sociale media. En dat valt mij ook op. Dat valt mij ook op dat mannen veel vaker mannen retweeten en haast nooit vrouwen bijvoorbeeld. En soms denk ik van, ik moet eigenlijk ook stoppen daarmee. Maar ik zie het ook, dat je sommige mannen regelmatig promoot. Of ze vragen aan je, sturen ze, wil je alsjeblieft mijn artikel promoten? Ik krijg heel vaak die vraag. Maar andersom gebeurt dat nauwelijks of veel minder. En dan weer de goede voorbeelden niet te nagesproken. Hè? Want die zijn er ook wel degelijk. Maar grosso modo zie je die tendens wel. Maar hoe je dat nou allemaal precies moet doorbreken, dat, ik retweet ook best wel mannen. Soms denk ik ook, moet ik dat ook niet meer doen? Maar goed, ja, ik weet het niet. Als iets goed is, dan retweet ik het gewoon. Ik doe dat niet zo moeilijk over. Ik kijk niet of het van een vrouw of een man is. Gewoon. Dus ik denk van, dat is heel goed aan doen. Nou, maar ik denk ook, wat heel gek is, wat ik zelf meemaak, dat ik heel vaak makkelijker een contact met een man hebt dan met een vrouw. Want er zijn vrouwen die kunnen je echt afbranden als andere vrouw. Maar ik denk, als je het hebt over hoe doorbreek je die cirkel. Kijk, er zijn een aantal vrouwen die dit kunnen. Die mannen wel aankunnen. Die in die bestuurlijke overleggen wel van zich laten horen en van zich afbijten. En ik doe dat nu wel bewust. Voorheen twijfelde ik altijd van, ja, zal ik het wel of niet doen? Nu doe ik het. En vinden ze me af en toe ook streng. Dat mag ook. Vind ik niet erg, want je moet me serieus nemen. Ik ben hier niet om vrienden te maken. Ik ben hier omdat ik wat wil bereiken. En daarom kan ik inderdaad wel, juist in die overleggen, zet ik het misschien net even iets extra aan. Waarom? Omdat in die overleggen er soms ook mensen meekijken. Of vrouwen die net daarbij komen kijken. En dan zien hoe ik opereer. En hopelijk dat het hen ook in hun kracht zet. En versterkt en aanmoedigt om ook die stappen te zetten. Hè? Dat is zonde, want er zijn heel veel talenten, vrouwelijke talenten. Maar die nog net niet die krachtig genoeg zijn om die stap te durven te maken op dat moment. En dan helpt het als er andere vrouwen zien die laten zien hoe het wel kan. En ik ben ook iemand van humor. Dus ik ben dan soms streng en dan gebruik ik gelijk humor erachteraan. Dat werkt ook altijd goed. Ja. Dat is mijn strategie.
Maar wij moeten het laten zien. En dat doe ik ook voor mijn dochters. Dus ik heb ook heel veel gesprekken. Eigenlijk, mijn moeder had ook altijd gesprekken met mij. Ja, toen ik jong was, dat ik dacht, oh, begint ze weer. Waarschijnlijk denken mijn dochters precies hetzelfde. Maar ik wil ook dat zij zien van dat je van je moet afbijten. Dat als je ziet dat er onrecht, jouw onrecht wordt aangedaan. Alles, je moet er gewoon wat van zeggen. Van joh, dit is niet goed. Het is je recht. Het is je recht. En de 9 van de 10 keer is het onbewust. Dus daar moeten we ook stil bij staan. Vaak zijn mensen niet eens bewust van het feit dat ze dit doen. Die man die me de laatste keer onderbrak. Echt, het is zo'n lieve man. Ik kan altijd met hem opschieten. Maar als het dan over die inhoud gaat, dan wil hij altijd laten zien dat hij het beter weet. Zo is het nou eenmaal. En ik zei ook in dat gesprek van joh Kees, nu moet je echt wel even ophouden. Hè? Laat me even uitpraten. En toen was hij echt geschrokken van Rishma, ik bedoelde het niet zo. Nou ja, hier bij uitstek een voorbeeld hoe het kan zijn en je ook gewoon door één deur kan gaan, maar je wel af en toe je tand moet laten zien. Dat het ingebakken zit, hè. Ik wil jullie alle drie wat vragen als zeer sterke vrouwen. Mag je als sterke vrouw zwak zijn, zwak te tonen? En is dat juist een teken van sterkte? Vele, je zit te schudden. Ja, ik knik je, want weet je, ik heb maar één stand in die zin. Ik kan alleen maar mezelf zijn. Ik kan mezelf niet anders voordoen. Dat sommige mensen kunnen dat en dat is soms heel handig, maar ik kan dat niet. What you see is what you get. Ik ben sterk, maar ik ben vaak ook zwak. En er zijn ook dingen die ik niet weet of die ik niet goed doe. En ik kan ook niet anders dan dat dan toegeven en dan dat zeggen. En daarmee wil ik ook een voorbeeld zijn. Voor vrouwen en voor meisjes, maar ook voor mannen. Want heel veel mannen lijden ook onder het idee van die toxic masculinity. Hè? Van je moet per se macho zijn en hard en assertief en dominant. En heel veel mannen hebben daar zelf ook moeite mee. Die willen dat ook niet. Of het past ook niet bij hun. Dat is de cultuur en die moeten we doorbreken. En ik probeer juist ruimte te geven aan mensen die ook een keer die willen huilen of verontwaardigd raken of gekwetst zijn of zeggen ik voel me niet lekker of het gaat niet goed. Daar moet ruimte voor zijn juist. En pas als we dat aan elkaar laten zien, dat die ruimte er is en dat je dus zwak mag zijn. Ik denk dat we dan die hele cultuur doorbreken van hè, het recht van de sterkste en het recht van de grootste mond. En daarmee wil ik ook inderdaad een voorbeeld zijn. Daar moeten we nog veel aan doen. Maar dat vind ik een van de belangrijkste dingen. Dat je empathisch kunt zijn naar andere mensen. Dus ook als ze even zogenaamd niet zo sterk zijn. Kwetsbaarheid vind ik juist een kracht. Vooral als je die kan laten zien. Voor mannen en voor vrouwen. Rena, hoe sta jij daarin? Ja, ik heb natuurlijk mijn momenten gehad toen ik in Egypte in de problemen zat, zeg maar. Hè. Toen bleek dat ze mij zochten, de Egyptische autoriteiten. Ik moet zeggen dat bij mij was toen wel dat ik echt op de knie ging van ik ben gelovig. En ik heb het nu niet meer in de hand. De politie kan misschien al rondom mijn huis staan om mij op te pakken enzovoort. Dat is een echt moment. En ik hoop dat ik niet vanavond in de gevangenis ben. En toen de ambassade mij opgehaald met een auto en de tweede man op de ambassade, dus een man, die heeft mij echt enorm geholpen. Niet iedereen wilde mij helpen, maar hij wel. Want hij was zelf ook journalist geweest en had ik ooit naar de ambassade moeten rennen in Roemenië. Dus, en hij was ook journalist voor het Parool, waar ik ook voor werkte. Dus dat was echt wel een heel moeilijk moment. En maar juist krijg je dan ook heel veel steun. En ook van collega's wereldwijd die je kent. Belangrijk om je netwerk te hebben. Om mensen in je netwerk te hebben die, waarvan je weet, die gaan je steunen. Want die zijn er ook heel veel. Maar het is wel goed om daarin te investeren. En om die mensen te kennen. En om elkaar te steunen enzovoort. Dus dat. En wat ik ook wil zeggen is, wat mij drijft in mijn werk is eigenlijk het debunken van propaganda. Dus bij Syrië heel erg, bij Assad-propaganda, Poetin-propaganda. Nou, we zien het nu in Oekraïne met die Russische propaganda. Waar mensen gelukkig minder voor vallen dan als het om Syrië ging. En dat komt natuurlijk ook neer op dat je naast de zwakkeren gaat staan.
bijvoorbeeld al die Syriërs in kampen in Noordwest-Syrië, die jaar in jaar uit in die kampen zitten en een beetje, en Europa kijkt toch een beetje de andere kant op. Die wil gewoon die vluchtelingen niet, maar die mensen kunnen ook niet meer terug, want Rusland en Assad bombarderen nog steeds ongeveer dagelijks en proberen dat gebied ook te pakken. Dat dan in Nederland wordt gezegd, we moeten bijvoorbeeld door het CDA, maar ook door een aantal journalisten, we moeten toch met Assad weer gaan samenwerken. Ik ben ervoor om dan naast de zwakken te gaan staan, te zeggen, ja, hallo, hij heeft zoveel mensen vermoord, zoveel mensen gemarteld, er worden zoveel mensen gearresteerd, bombardementen gaan door. Dus dat never nooit. Hè? Dus die bunker van propaganda, door machthebbers. Ik ben natuurlijk opgegroeid met de verhalen vanuit de oorlog. Ik kom uit het oosten van Nederland, vlak bij de Duitse grens geboren, 15 kilometer vandaan. Mijn grootouders zaten, die zaten van één kant hielpen ze mensen van het verzet. Ze waren allebei de kanten onderduikers. De andere familie had Joodse onderduikers allemaal. En ik ben dus opgegroeid met verhalen hoe die propagandamachine in Duitsland zo effectief en zo verschrikkelijk uit de hand kon lopen. Dat is eigenlijk wat mij drijft. Daardoor probeer ik gewoon mijn weg te banen, zo goed en zo slecht als dat gaat, om truth to power te spreken. Als mannen zeggen, Assad is toch een beetje een schurk, maar we moeten toch met hem doen. Dan zeg ik, nee, dan kom je mij tegen. En by the way, daar heb ik dan ook weer heel veel last van. Ik krijg achter de schermen vooral, daar ga ik nog eens een keer een boekje over uitdoen, maar ook achter de schermen, zowel de vrouwen als de mannen, die word ik behoorlijk geïntimideerd. Door Nederlandse journalisten wil te verstaan, hè? Niet door. Dus op dat moment hoop denk ik dat ik mijn mond hou, maar dat geeft mij alleen maar aan hoe nodig het is om je mond wel open te trekken. Ja, dat. Dan ga ik over naar Reshma, want we gaan al heel snel door de tijd helaas. Reshma, ik wil je vragen, vind jij dat we voor elkaar als vrouw een veilige omgeving moeten scheppen? Ja, absoluut. We hebben natuurlijk de laatste tijd gehad over grensoverschrijdend gedrag. Seksueel grensoverschrijdend gedrag. En dan merk je, dat raakt overigens mannen en vrouwen. Maar het is nu eenmaal zo dat het meer vrouwen raakt. En ook mensen, maar ook mannen. Maar dan wil ik toch bij die vrouwen staan. Dan zie je toch in organisaties dat vrouwen elkaar toch niet zoveel steunen daarin. En dat mag meer. En je had het net over de sterkste. Hè? Van dan moet je dan daarin de sterkste zijn. Je bent de sterkste als je jezelf kan zijn en durft te zijn. En durft uit te dragen wie je bent. Met je zwaktes en met alle sterke kanten van je. Wat ik gedaan heb. En dat is die veilige omgeving ook. Hè? Als je laat zien dat je ook kwetsbaar kunt zijn, dan herkennen anderen in zich, zich in jou. Waardoor ze ook weer geïnspireerd raken om verder te gaan, om de draad weer op te pakken. Ik heb bijvoorbeeld echt een heel heftig pestverleden. Nou, ik had meegedaan aan het programma van Jaap Jongbloed, het mooiste meisje van de klas. Moest ik heel erg nadenken, moet ik dat nou wel doen? Ik ben bestuurder. Maar achteraf heb ik zoveel berichten gekregen van ouders en kinderen die op dit moment hiermee worstelen. Die met vragen kwamen, maar die ook zoiets hadden van, joh, weet je, het heeft mij ook geholpen. Dus dat had ik niet verwacht. Maar dan zie je als je je kwetsbaar opstelt, juist als iemand waarvan ze het helemaal niet verwachten. Hè, dus je bent heel krachtig, dus denken ze, nou, dat gaat allemaal heel makkelijk. Maar als ze dan zien van, hey, maar als je echt goed kijkt en luistert, dan heeft zij ook wat meegemaakt. Dan zorgt dat voor herkenning. En dan ben je ook echt die rolmodel voor degene die dat op dat moment nodig heeft. Ja, ik herken dat heel erg wat je zegt, Reshma. Ik zat ineens te denken, een jaar of 10, 12 geleden zat ik in de gemeenteraad. En toen
was ik fractievoorzitter en als vrouwelijke fractievoorzitter zei ik dat we niet weer een aantal miljoenen naar de plaatselijke profvoetbalclub moesten sturen vanuit de gemeente. Toen kreeg ik een heleboel ellende over me heen, tot en met bedreigingen toe. Zo ernstig, want ja, als vrouw mag je niks zeggen over voetballen, hè? Dat is nog steeds tegenwoordig zo. En al helemaal niet mag je zeggen dat een professionele voetbalclub zijn eigen broek maar moet ophouden. Dus ja, en als je dan dat als vrouw zegt, krijg je 10 keer zoveel ellende over je heen dan wanneer mannen dat zeggen. Ik had mooi vergelijkingsmateriaal, want er waren ook mannelijke fractievoorzitters die hetzelfde zeiden. Maar ik moest naar de politie om aangifte te doen van bedreiging op advies van de veiligheidschef van het gemeentehuis. Dat is een voorbeeld, maar ik heb tegelijkertijd, ik heb dat meteen ook gecommuniceerd dat dat aan de hand was. En ik kreeg precies wat jij zei, Reshma, ook ontzettend veel steun van mannen en van vrouwen uit alle hoeken en gaten. Bestuurders, politici, maar ook mensen, inwoners, zelfs ook van supporters van die club. Dus het loont wel degelijk als je je kwetsbaar opstelt, als je zegt wat er speelt, ook al is dat akelig. En je stelt daarmee ook een voorbeeld, inderdaad. En je helpt ook andere mensen om openlijk te communiceren over wat hun overkomt. Ja, absoluut. Ja, mooi voorbeeld. En nou ja, dat is waar mensen ook denk ik wel behoefte hebben in deze tijd. Hè? Dus de afstand tussen bijvoorbeeld politiek en andere mensen, de media en de samenleving, die kloof is heel groot. En door jezelf te zijn en dus ook je kwetsbaarheden te tonen, dan zie je dat die kloof ineens wegvalt bij toch een hoop mensen. En als je dan komt terug op je vraag over een veilige leefomgeving, over een veilige omgeving. Ja, daar moeten wij aan bijdragen. Dat begint ook bij ons. Dus door zelf het goede voorbeeld te geven. Maar ook als je ziet dat er sprake is van grensoverschrijdend gedrag. En dat begint heel klein, hè? Dat begint bijvoorbeeld met negeren. Dat begint met bepaalde opmerkingen. Dus je denkt van ja, zal ik er wel of niet iets van zeggen? Ja, dan als je twijfelt, daar zie je dat die vaak misgaat. En dat we eigenlijk erbij staan en kijken. En dat moet veranderen. En dat doe ik ook naar mezelf, want het is vaak gewoon heel lastig. Maar we moeten daar veel scherper op zijn. Oké, nou, we zijn er bijna doorheen. Dan wil ik graag voor jullie alle drie nog een leuke, niet te lange anekdote. Nou, Reshma, jij bent aan het woord. Lekker zet je meteen voor het blok. Anekdote. Ja, anekdote over wat? Nou, wat wil je? Anekdote met mannen. Dat je zegt van, nou, dit had ik niet verwacht of dit had ik juist verwacht. Iets grappigs, iets teleurstellends. Mag van mij allemaal. Ik vind het lastig. Ik weet nog heel goed toen ik in 2010 begon ik in de gemeenteraad. Toen kwam er een man, die zit inmiddels bij de lokale partij, die gaf mij een schouderklopje. Die zei, hey Reshma, het gaat hier wel over de inhoud. Wat erg. En hij zat toen ook in de raad, ik was benoemd. En ja, ik had hem natuurlijk wel een aantal keren beet via de debatten, dus daar was hij heel snel van genezen. Was hij gauw klaar. Vele. Nou, ik moest ook heel snel even in mijn herinnering graven. Maar wat me te binnen schiet is toen ik begon in de politiek, in de gemeenteraad. Toen had ik eigenlijk twee mannen die mij het vak eigenlijk leerden. Het lokale politieke vak. En één daarvan was een gepensioneerde bouwvakker, stratenmaker, die eigenlijk eerder plat Tilburgs praatte dan ABN. Maar daar heb ik zoveel van geleerd. En dat was een man die ging altijd achter mij staan, voor mij staan en naast mij staan. Maar wat nog belangrijker was, hij gaf mij de ruimte die ik nodig had en die ik wilde. En hij gaf mij vertrouwen. En daardoor kon ik in een hele korte tijd heel erg groeien. Inhoudelijk en politiek en qua zelfvertrouwen.
En tegelijkertijd had ik aan de andere kant een man, een academicus, die ontzettend slim was en is en heel goed in zijn politieke vak. En ook hij was een man die mij niet als bedreiging zag, maar als versterking. En die ook tegen mij zei, ik kan bepaalde dingen goed, maar jij kunt andere dingen nog veel beter. Dus op dat moment ga ik een stap opzij staan. En mijn eigen partner is ook zo iemand die zegt, maakt mij het uit dat jij meer verdient dan ik en een hogere opleiding. Fijn voor jou en jij moet doen waar jij gelukkig van wordt. En mijn zoon is precies hetzelfde. Dus ik ben heel scherp op mannen die mij of andere vrouwen ruimte ontnemen. Of onveiligheid scheppen. Maar ik heb tegelijkertijd ook wel enorm veel ervaring met fantastische mannen. Dus het is allebei waar. Weet je, en er zijn eigenlijk twee verschillende soorten mannen. De mannen die zeggen, oké, zeg mij wanneer ik het fout doe of wanneer ik het niet weet. Leg het mij uit, dan doe ik mijn best. En je hebt de onverbeterlijke mannen en die pak ik aan. Zo simpel is het dan ook wel weer. Maar het is nooit zwart-wit. Dat is mijn punt met die anekdote die ik vertelde. Oké. Rena, heb jij nog een leuke uit de Arabische wereld? Ja, die heb ik wel. Eerst wil ik even zeggen, ik onderstreep helemaal wat de dames voor mij zeiden. En inderdaad, weer in jouw laatste woorden. Je hebt A en B. Ja. Zo ervaar ik hetzelfde ook heel erg. Nou, ik moet even nadenken. Denk aan het volgende, want dat heb ik niet eens nog in de Nederlandse media verteld. Ik hou niet de media. Toen ik in Egypte was, toen ik gewoon nog aan het werk was daar, ik kreeg bijna elke avond een telefoontje, een hijgtelefoontje, of ik kreeg totaal ongepaste foto's op het laatst. Ja, op een gegeven moment, je raakt er aan gewend, maar mijn partner zei van, wat is dit toch de hele tijd? Ja, ik was er al aan gewend, gewoon, dat ze dus je seksueel ook echt intimideren, want ze hopen dat je je mond gaat houden. Ik kreeg ook sms'jes. Half in het Arabisch, half in het Engels. Want ze wisten dus dat ik Arabisch kon. Van, wil je stoppen met het rapporteren over deze kwestie. Dus, maar dat viel echt allemaal niet mee. En als laatste misschien een vriendin van mij, een Amerikaanse, die vertelde mij zelfs, die heeft dat ook nooit in de media gebracht, dat om een perskaart te krijgen op het persbureau, hadden ze daar gezegd van ga maar even mee naar het kantoor. En toen zaten daar een stuk of 7 mannen. En toen hadden ze tegen haar gezegd van ja, als je een week met ons op vakantie gaat naar Algerije, krijg je daarna je perskaart. Weet je, dus dat soort dingen maak je dan mee als vrouw ook. Dus je moet echt heel erg goed opletten. Je moet zeggen dat in Egypte echt het ergste is van de hele Arabische wereld. Dat ik het daar überhaupt nog zo lang met volgehouden is ook nog. Ik ben vooral daar wel heel erg assertief voor. Dames, we zijn er door. Ik wil ook nog even een anekdote vertellen. Toen ik hiermee begon, toen zei iemand tegen me, ja, meisje, politiek is moeilijk. Maar als je niet meer uitkomt, dan moet je gewoon even met je ogen knipperen en met je heupjes zwaaien en dan komt het wel goed. Nou, ik vond het zo'n afknapper. Ik denk, nou, dit is zo typisch dan. Ik denk, ik heb gezegd, nou, dat zal ik zeker doen hoor. Ik heb het advies opgevolgd en ik moet zeggen dat het wel aardig voor mij werkt. Ja, jij bent wel heel stil geweest vandaag, zeg. Ja, nee, maar ik geef juist de ruimte. Op dit moment, dat is het belangrijkste. Want kijk, ik kan als man met mijn mening komen, maar uiteindelijk ben ik een man met een mening. Dus in principe, al ben ik inhoudelijk aan bijgedragen, denk ik dat het veel belangrijker is dat vrouwen hierover spreken. Net als dat ik heel sterk inzet als er bijvoorbeeld people of color, dat die over het onderwerp spreken, dan witte mensen erover spreken. En bij dit soort onderwerpen is het gewoon belangrijk dat vrouwen spreken, zo simpel. Oké, en jij hebt een vrouwelijke leidinggevende, hè? Ja, dat klopt. Ja. En dat bevalt? Ja, ik moet gewoon heel eerlijk zeggen, wat hier eigenlijk ook werd belicht. Een veilige werkomgeving creëren voor vrouwen en voor mannen is gewoon heel belangrijk. Waaronder ook dat mannen zich kunnen uiten en zich volledig veilig voelen op een werkplek of waar dan ook eigenlijk. Dat is gewoon heel belangrijk. En in een cultuur, de Nederlandse cultuur die hier gewoon belicht is, is gewoon een feit dat je inderdaad heel agressief moet optreden, op een bepaalde manier moet bewegen,
op een bepaalde manier ook moet leven. Want eerlijk, als jij man bent, moet jij vrouw en kinderen hebben. Als dat niet is, dan is er wat mis met je. Ben je homo of zo? Dat is meestal 9 van de 10 keer de strekking daarbij. Dus er zijn heel veel dingen wat voor vrouwen nog steeds moet ontwikkeld worden. Maar ook voor mannen, aan de mannenkant moet er heel veel werk gedaan worden. Oké, nou, ik ontneem je het woord. Want... Geweldig. Ja, ik vind het mooi. Wil je even womansplainen wat ik net heb gezegd? Je mocht even wat zeggen van ons. Goed, ik bedank mijn gasten. Reshma Roopram. Veles yes, Legers. Dankjewel. En vanuit Turkije, Rena Netjes. Dank dat jullie aan meegewerkt hebben. Ik hoop dat dit gesprek ook bij zal dragen aan vrouwen om zich de positie te verwerven die ze willen. Dat ze hier leren van 3 vrouwen die het gemaakt hebben, dat ze het ook kunnen. En dat ze zich niet hoeven te laten tegenhouden door mannen. Blijf nog even aan de lijn. Beste mensen, dit was de Joint Politics voor vandaag over powervrouwen. Over 2 weken zijn we weer terug met ook een aflevering van Power Vrouw, want ik heb te veel vrouwen. Zou menige man wel willen. Dan kunt u luisteren naar Nicolette Bezemer, die heel veel doet voor mensen met een lichamelijke beperking. En u kunt luisteren naar Roos Schippers, die is sekswerker. En die ziet u bij de volgende aflevering. In ieder geval heel erg bedankt voor het luisteren.